Bij de bekrachtiging van de samenwerkingsovereenkomst als het gaat om flexibel werken en slim reizen. Mijn naam is Nathan de Groot en het is een eer en genoegen om iedereen hier welkom te heten. Het is 24 september en vorig jaar hadden we ook 24 partners met wie we de samenwerkingsovereenkomst hebben getekend. Inmiddels zijn er veel meer partijen die aansluiten. En wat we vandaag willen doen is we willen vieren, terugblikken en vooruitkijken. En dat doe ik hier live vanuit de studio en met een aantal mensen die inbellen. Ook op die manier zijn we hybride, zoals we natuurlijk ook allemaal hebben leren doen het afgelopen jaar. Bij mij in de studio zit de directeur van Bereikers, Rijn Aerts. Jij vervult de rol van sidekick vandaag. Een soort Mark Marie, zeg ik er maar even bij voor de duidelijkheid. Een heel hoog stemmetje. Ja, wat is jouw, in dat hoge stemmetje, wat is jouw nieuws van de dag? Ik vermoed de 1,5 meter regel die er morgen afgaat. Zeker, ja, historisch moment natuurlijk. Ja. Wie had dat ooit gedacht? Precies, ja. Ja, en we kunnen er natuurlijk even op anticiperen, maar wat verwacht jij nou dat dat gaat doen? Met de mobiliteit en met de hyperspits bijvoorbeeld? Nou, ik verwacht eerlijk gezegd niet dat een schok door Nederland, als een schok door Nederland zal gaan. Ik was vanochtend bij de EV Experience op circuit van Zandvoort. Allemaal elektrische voertuigen.
En daar was al geen sprake meer echt van 1,5 meter afstand. Dus nee, ja. Ik denk dat mensen er al geleidelijk hun eigen invulling aan hebben gegeven. Ja, ja, precies. Het is niet zo dat vanaf 12 uur dat er dan ineens iets heel erg gaat veranderen. Nee, maar dat gaat geleidelijk, zo merken we dat. De vraag is natuurlijk wel of dat ook geleidelijk gaat als het gaat om terug naar kantoor en hybride werken. Hoe kijk jij terug op hybride werken en hoe kijk je ook vooruit naar hybride werken? Wat zijn de lessen die we misschien kunnen vasthouden of misschien wel moeten vasthouden? Nou ja, we hebben schoksgewijs geleerd met dat hybride werken om te gaan. Ja. En dat was eigenlijk alleen maar thuiswerken, dus dat was helemaal niet hybride. Nee. Ook ervaren wat de voordelen van het thuiswerken zijn, maar ook wat de nadelen zijn van echt massaal thuiswerken. Ja. Qua werkstress, qua ergonomie enzovoort. Maar inmiddels hebben we eigenlijk wel geleerd ook de voordelen van het thuiswerken te waarderen. Flexibiliteit, je scheelt reistijd, het scheelt kosten. En ja, dat gaan we in dat hybride werk natuurlijk met elkaar vasthouden. Want de kracht van dat hybride werken is dat je eigenlijk op het niveau van de individu, hè, als medewerker, op het niveau van de werkgever, als de organisatie, maar ook maatschappelijk, hè, wij met z'n allen, ja, eigenlijk alleen maar te winnen hebben met dat hybride werken. Ja, nou, ik hoop dat inderdaad ook zo blijft, want er was even sprake van een nieuwe normaal. Nu zouden we weer kunnen terugvallen naar het oude normaal. En misschien zit er wel iets heel erg tussen, waardoor het veel minder lineair wordt, maar dat we een nieuwe vorm gaan vinden. In hoeverre denk jij dat we weer terugvallen in onze oude patronen? Ja, dat is een beetje toch koffiedik kijken, hè? Want we denken altijd in crisis van het wordt nooit meer zoals het was. En dan 2 jaar later dan kijken we terug en denken we van nou, zoveel hebben we er ook niet van geleerd. Ja. Ik denk wel omdat die voordelen van het hybride werk ook eigenlijk op die 3 niveaus zichtbaar zijn en ook echt tastbaar. Hè? Dus individu, organisatie en maatschappij. Dat we echt wel een unieke kans hebben om die voordelen ook vast te houden en te borgen. Ja. Ja. Ja, en er zitten nu natuurlijk heel veel mensen ook te kijken die daar onderdeel van zijn van die verandering. Dus ik denk heel mooi dat die aangesloten zijn. Zou je op dit moment, voordat we beginnen, nog iets tegen hen willen zeggen? Want het feit dat er vorig jaar 24 al waren en nu nog veel meer. Hoeveel zijn het er nu ongeveer? We zijn nog iets van 50 bijgekomen, dus precies, we zijn meer dan verdubbeld. Dat geeft aan dat het leeft, inderdaad. Ja, en we merken ook de laatste maanden eigenlijk. In het begin van corona zaten heel veel werkgevers ook een beetje de kat uit de boom te kijken. Van nou, zo lang zal het wel niet duren. Ja. Inmiddels is er echt wel een soort van systeembreuk ontstaan. Hè? Dus echt een... Ja. Het wordt echt omarmd en we merken het ook bij ons in de aanmeldingen van nieuwe deelnemers, dat het nu echt heel erg hard loopt. Ja, ja. En wat zou je nog tegen de nieuwe en oude deelnemers willen zeggen op dit moment voor dit programma? Nou, sowieso ontzettend leuk dat de groep zo groot is. We gaan vandaag ervaringen delen, dat willen we daarna ook doorzetten natuurlijk. Dat is een van de dingen die we doen. Het is voor ons allemaal een zoektocht hoe je dat hybride werken vormgeeft. En ik denk dat we veel van elkaar kunnen leren, dat we elkaar kunnen inspireren. En dat is wat mij betreft ook het doel van vanmiddag. En het is vrijdagmiddag, dus het moet ook een beetje los en gezellig zijn volgens mij. Precies, dus volgens mij gaan we eerst een uurtje met elkaar in gesprek. En vervolgens zullen we ook het gesprek faciliteren onderling. Waarbij de dingen die genoemd hier aan tafel zijn, dat je die ook met elkaar nog verder kunt uitwisselen in een informele setting. En ik geef een kleine hint, het Zandvoortwoord wat je hebt genoemd heeft daar wel betrekking op. Dus zonder al te veel te verklappen is dat een mooie cliffhanger om zeker tot het einde hier te blijven. Wij gaan nu eerst voor een woord van welkom overschakelen naar een videoboodschap van minister van Infrastructuur en Waterstaat Barbara Visser. Goedemiddag allemaal. Mijn 3e week is het nu als demissionair minister van Infrastructuur en Waterstaat. Een tijd waarin ik heel veel nieuwe dingen ontdek, met heel veel nieuwe mensen kennis maak en ook heel veel nieuwe onderwerpen ontdek. Maar sommige dingen zijn niet nieuw, zoals de metropoolregio Amsterdam. Als oud-wethouder van Zaanstad is voor mij dat geen onbekende regio. Maar ook het onderwerp dat vandaag op de agenda staat. Namelijk hoe zorgen we ervoor dat we thuiswerken beter kunnen faciliteren. Ik heb zelf als oud-staatssecretaris van Defensie, ook als werkgever van meer dan 60.000 mensen, daar de nodige ervaring mee opgedaan. En daar hebben we geprobeerd ook om het thuiswerk te stimuleren en loop je tegen allerlei uitdagingen aan. Wat is nut, wat is noodzaak en hoe zorgen we ervoor dat mensen zich ook thuis blijven voelen. Ook in een thuiswerksituatie. We kennen de voordelen, we kennen de nadelen en voor de een is het makkelijker dan voor de ander om thuis te werken. Belangrijk is dat we daarin maatwerk weten te bieden. Maar er is één praktisch voordeel dat voor iedereen geldt. Beter spreiden en mijden zorgt voor een betere doorstroming op de weg en in het openbaar vervoer. En voor minder CO2-uitstoot. Kortom, voor iedereen is daar een voordeel in te behalen. En het zijn maar kleine verschillen die ook ervoor zorgen dat er minder files zijn. Kijk bijvoorbeeld naar de afgelopen maanden, de maand juli. 7% minder verkeer dan vorig jaar. Heeft ertoe geleid dat er 42% minder files zijn.
En daardoor is ook de uitstoot van CO2 in het verkeer in 2020 met 20% verlaagd. En onze inzet blijft dan ook om het mijden en het spreiden vast te houden. Ook straks in post-corona. Het is een grote kans, juist ook als we kijken naar de economische groei en de demografische ontwikkelingen. Ook als we kijken naar onderzoeken, dan zien we dat ongeveer van de werknemers ongeveer 40-45% verwacht dat ze na de coronacrisis meer thuis zullen gaan werken. Dat betekent dus een breed draagvlak onder werknemers. En daarom is het zo goed dat jullie deze bijeenkomst organiseren, maar bovenal jullie inzet op dit onderwerp. Want een groeiende groep van meer dan 50 werkgevers in de regio Groot-Amsterdam zet zich in om het spreiden en het mijden van het verkeer te organiseren. En dat is een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar. Jullie vertegenwoordigen ongeveer 100.000 werknemers. Dat is veel. En dat betekent ook dat jullie een grote impact kunnen realiseren. Daarom dat ik dit initiatief ondersteun. Wij zorgen ervoor dat we werkgevers helpen met advies op maat via regionale werkgeversnetwerken als sprekers. Maar ook dat we kennis en best practices met elkaar delen. Bijvoorbeeld via het platform Zo Werkt Het. En uiteraard zorg ik dat we samen met de collega's van Sociale Zaken en Financiën kijken hoe we dingen als het gaat om hybride werken beter kunnen faciliteren. Uiteraard horen jullie daar mogelijk meer over op Prinsjesdag. En als werkgevers hebben jullie daarin een grote sleutelrol. Daarom heel veel dank voor jullie inzet. Mooi dat de metropoolregio Amsterdam deze rol wil vervullen. En ik zou zeggen, laten we opgaan naar de volgende verdubbeling. Mooie bijeenkomst gewenst. En met dank aan Barbara Visser gaan wij hier in de studio naar een inhoudelijke aftrap en een woord van welkom door Marja Ruigrok. Zij is wethouder bij de gemeente Haarlemmermeer en daarnaast ook lid van het dagelijks bestuur van de vervoerregio Amsterdam en lid van de programmaraad SBAP. Welkom Marja. Van harte welkom. Ook vervoer aan de lijf ondervonden vandaag. Zeker. Ja. Ik was even misplaatst. Ik zat in een ander pakhuis te zwijgen. Kijk. Nu in ieder geval op de juiste plaats en ook hier helemaal aanwezig. Ik zou jou het woord willen geven voor een woord van welkom aan alle mensen die nu al kijken. De bestaande en de nieuwe mensen van de samenwerkingsovereenkomst. Oké, dat doe ik graag, want dit is een geweldig mooi initiatief om hybride te gaan werken en om de reistijden aan te pakken, het mijden en het spreiden, zoals Barbara Visser net ook al zei. Dat is natuurlijk de kans die we nu moeten grijpen. En als wethouder in Haarlemmermeer weet ik nog dat ik begin maart 2020 aan tafel zat en aangaf van goh, zullen we mee gaan doen met de week van het spitsmijden? Ik kijk Rijn even aan, die weet dit ook nog. En toen waren er toch allerlei mitsen en maren en moeilijk. En als werkgever is het niet eenvoudig om 1000 ambtenaren op te geven van dat thuiswerken. En toen waren we 5 dagen verder. En toen brak corona uit en werkte iedereen thuis. Nog nooit zo'n succesvolle week van het spitsmijden gehad. Maar niet te danken aan onze inspanningen of van de andere partijen. Maar toen merkte iedereen wel dat het kon. En ik denk dat dat een kans is voor ons allemaal om te kijken hoe we dit zo optimaal mogelijk in kunnen zetten. We missen ook het werken met elkaar, het contact maken. Maar juist de breedte van deze werkgeverspool, waarin we vorig jaar al een 24 aantal hadden volgens mij, en nu dus nog heel veel meer daarbij. En dat varieert van financiën, maakindustrie, overheden, onderwijs. Nou, van alles zit daarbij. En we hopen vandaag ook nog veel meer mensen aan te steken. Want als we het met veel doen, dan is het effect ook veel groter. Oké, dankjewel. Nou, dat hebben we net al gehoord van Rijn. Die zei van eerst waren het er 24, inmiddels zijn er 50 bijgekomen. Kijk. Die de samenwerkingsovereenkomst ondertekenen en ondersteunen. Dus dat is heel mooi. Nog één persoonlijke vraag. Als we kijken naar je eigen werkzaamheden, zie je dan dat het nu weer teruggaat naar offline? Of is dat een beetje 50-50? Nou, het varieert. Je ziet dat er gehunkerd wordt naar de bijeenkomsten. Die ook weer eens zijn dat je elkaar in de ogen kan kijken. En dat je ook eens iets bespreekt wat niet op de agenda staat. Dat kan ook wel eens heel verrassend werken. De hybride vormen, daar heb ik verschillende ervaringen mee. Ik heb er laatst gelukkig eentje gehad wat fantastisch ging. Maar soms is dat moeilijk, hè, als er een paar collega's in het scherm zitten en de anderen wel aan tafel. Maar ik denk dat het
here to stay is. Dus dat we echt moeten kijken van hoe kunnen we nou zo goed mogelijk dat woon-werkverkeer aanpassen. Ik zie trouwens wel zelf wel weer de files aanzwellen. Dus het is ook echt super nodig dat we dit soort activiteiten voortzetten. Ja, helder. Daarom hebben we dit gesprek ook. Want we zijn zeker nog niet klaar. We gaan ook naar Thea de Vries. Jij bent secretaris-directeur van de vervoerregio Amsterdam. Zeg ik dat goed? Ja, ja. Dat zeg ik goed. En ik zou je willen vragen, welke dingen hoop je nou dat we vasthouden na morgen als die 1,5-meter-regel eraf gaat? Nou, kijk, wat ik hoop dat we vasthouden is eigenlijk een stukje van de gedragsverandering die afgelopen jaar tot stand gekomen is. Ik denk dat we nog nooit zo'n kans hebben gehad om de volgende stap daarin te zetten. En kijk, we willen inderdaad allemaal terug naar kantoor en elkaar zien. Maar er is ook een hele grote groep collega's, medewerkers die eigenlijk in gewoon de mix van naar kantoor, stuk thuiswerken, ook heel veel voordelen ziet. En ik hoop dat we die kunnen vasthouden. En zoals iedereen denk ik, ben ik zelf wel klaar met de 1,5 meter. Ja. Maar laten we vooral kijken van, goh, dat wat het opbrengt, zie ik als een hele grote kans. Dus ik ben een warm pleitbezorger van waarvoor we hier eigenlijk zitten. Ja. En dat is goede afspraken maken om dat juist te ondersteunen. Oké, voor jullie begrip nog even. In het begin heb ik Rijn voorgesteld als sidekick. Hij mag er dus gevraagd en ongevraagd als een soort Marc-Marie af en toe doorheen komen. Ja, dat lijkt me hartstikke leuk. Dan weten jullie dat geoorloofd is. Ja, dat doe ik dan bij deze, Nathan. Want het is heel belangrijk dat je zegt ook een stukje van die gedragsverandering vasthouden. De minister zei het eigenlijk ook al. Ja. We hebben vaak het idee van als we van die files af willen, dan moeten we het radicaal anders gaan doen. Maar dat is dus niet zo. Dus als je 10-15% van de mensen uit de klassieke spits haalt, dan is die spits weg. En ik illustreer dat altijd met het beeld van het zomerverkeer, de zomervakantie. Dan is er niemand op de weg. Dan denk je van, nou, de helft is weg of zo. Maar dat is maar 15% minder verkeer. Ja. Waardoor je een totaal ander verkeersbeeld krijgt. Ja, dus het gaat niet om dat mensen massaal thuis moeten blijven werken. Het gaat erom dat we een goede mix moeten vinden. Relaxed, af en toe naar je werk, af en toe gewoon thuis. En dan zijn we van die spits af. Nou ja, dat zie je natuurlijk ook in het openbaar vervoer. Dat een klein beetje minder mensen gewoon om 8 uur 's ochtends, dat scheelt echt heel erg veel in comfort. Het is heel fijn als je een zitplaats hebt, daar wordt het ook aantrekkelijker van. En het wordt een stuk goedkoper, omdat je toch echt minder materieel en personeel nodig hebt om dan gewoon die spits te rijden. Dus ik denk dat voor alle vervoersvormen geldt. Dat is een goede toevoeging ook, hè? Want dat voelt als heel bereikbaar. Want dan moet je 1 op de 10 mensen, 1 op de 15 mensen verleiden om later naar het werk of eerder in die trein te stappen. En dat zijn realistische doelstellingen. Wat Rijn zegt, van ja, iedereen uit die auto krijgen. Het gaat gewoon niet gebeuren. Er zijn ook heel veel mensen gewoon afhankelijk van die auto. Maar als je echt inzet op dat streefgetal van 10-15%... ja, dat is gewoon haalbaar. En hoe meer werkgevers er meedoen, hoe beter het gaat. Ja. Nou, dat is mooi. Bemoedigend, zou ik zeggen, aan het begin. We gaan dat gesprek ook even uitbreiden. Dat doen we op 2 manieren. Straks introduceer ik een nieuwe gast die hybride inbelt bij deze discussie. En voordat ik dat doe, wil ik even benadrukken dat je zowel via de Q&A-functie als via de chat ook een bijdrage kan leveren aan dit gesprek. Dat kan met een opmerking of een vraag en een selectie. De hele intelligente vragen bijvoorbeeld, die komen hier tot mij. En de andere die worden gefilterd. Nee, als er tijd voor is en ruimte voor is, dan kunnen we die hier aan tafel meenemen in de discussie. Dus voel je vooral uitgenodigd om daar een bijdrage aan te doen. Dan stel ik nu aan iedereen voor Tjalling. Tjalling Smit, directeur commercie en ontwikkeling bij de NS. Welkom Tjalling, waar bevind jij je op dit moment? Dankjewel, ik zit in Amsterdam. Oké, dus niet ver hier vandaan? Niet zo heel ver, denk ik. Nee, oké. Kun je heel even reflecteren op wat je tot nu toe hebt gehoord vanuit het perspectief van de NS? En dan gaan we straks in gesprek met Thea en met jou en ook met de andere gasten hier aan tafel. Maar hoe luister je hier vanuit het perspectief vanuit de NS naar? Nou, ik heb heel veel gehoord wat wij als NS herkennen. En Thea zei het net al eventjes, los van de files op de weg, ook voor het openbaar vervoer geldt dat een klein beetje spreiding of een klein beetje mijden al zorgt voor het verdwijnen van de spits. En voor veel meer comfort bij reizigers, bij gebruikers en voor de vervoerders voor lagere kosten, omdat we minder materieel nodig hebben op die spitsmomenten. Oké, en er wordt wel gesproken over de hyperspits. Kun je even voor iedereen voor eens en voor altijd zeggen wanneer die begint en wanneer die ophoudt wat jullie betreft? Ja, wat NS betreft is die hyperspits
ongeveer tussen 7:30 en 8:30 ochtends. Op de weg zie je dat mensen hun reistijd al wat meer spreiden. Hè. Die ervaren hinder doordat ze in de file staan en kiezen er daardoor voor om wat eerder van huis te gaan of juist wat later naar kantoor te gaan. In de trein is de hinder beperkt tot het niet kunnen zitten en daardoor kiezen maar heel weinig mensen om dan te spreiden. En dus zien we een enorme piek van 7:30 tot 8:30 als iedereen naar kantoor gaat of iedereen gaat studeren, naar school gaat. En dat hebben we nu in coronatijd minder gezien en dat zorgt voor een veel comfortabeler reis voor iedereen. Ja. Ja, dat is ergens natuurlijk ook ironisch dat het dan juist weer op die drukste tijden nu het snelst weer drukker begint te worden. Ik ben even benieuwd, voordat we naar de oplossingen gaan sprinten, wil ik ook even de scope van het probleem even nog aan Thea bijvoorbeeld voorleggen hier aan tafel. Thea, we hebben het natuurlijk niet alleen over infrastructuur en over apps en modaliteiten, maar ook over gedrag. Hoe breed is wat jou betreft de scope van wat we vandaag bespreken om uiteindelijk over oplossingen te gaan hebben? Jeetje, wat een lastige vraag. Want je noemt ze eigenlijk allemaal al. Hè? Dus ja. Het is en gedrag en infra en heel gericht sturen. Maar ik denk dat bij de scope ook hoort dat we goede afspraken maken met elkaar. Want het gedrag is één. Hè? Dus je kunt je heel erg richten op de individu die bepaalde keuzes maakt. Hè? Werkgevers, zoals wij zelf bijvoorbeeld, kunnen er ook heel veel invloed op uitoefenen door gewoon iets later te starten met de vergaderingen. Of bij de vervoerregio hebben we bijvoorbeeld gezegd van goh, directie vergadert niet op dinsdag, want dan weten we dat het een drukke dag is. En ook een soort, iedereen denkt van oh, dat is handig, dan kunnen we even op de werkvloer met elkaar contact leggen. Dus we proberen echt heel gericht te spreiden en dat hoort ook bij de scope. En wat mij betreft is het ook heel belangrijk om te kijken van goh, wat kan de andere doelgroep, de scholieren, de studenten, wat kunnen die betekenen in dit vraagstuk? En daar hebben we onderwijsinstellingen voor nodig om goed mee in gesprek te gaan. Ja, daar gaan we zo meteen ook nog mee in gesprek. Maar nog heel even terug naar de eigen organisatie en de rol als werkgever. Ik ben heel benieuwd of je nog een paar concrete voorbeelden kan noemen waarvan je zegt, die zijn misschien ook interessant voor andere organisaties die hier nu naar luisteren. Ja, wij proberen echt in onze organisatie per team heldere afspraken te maken van goh, wat past nou bij je werk? Hè, we hebben een soort minimum gezet van goh, iedereen kan 2 dagen naar kantoor. Voor corona was het echt volle bak de hele week door. Want we hebben namelijk een ontzettend leuke, gezellige organisatie met heel veel sociale contacten. En nu richten we eigenlijk heel erg in op hybride werken. Dus dat betekent maximaal 2 dagen naar kantoor, met uitzondering van de mensen die die mogelijkheid niet hebben. Een deel thuiswerken wordt ook echt wel heel erg gewaardeerd. Daar hebben we ook onderzoek naar gedaan. Dus veel mensen vinden het prettig. Die hebben echt geleerd nu van oh, gaat eigenlijk best wel fijn. Kan ook andere keuzes maken daarin. Hè? Dus die maken tussen de middag een wandeling. Deden ze voorheen ook niet. Zoek je collega's ook op een andere manier op. En wat wij doen is eigenlijk dat elk team de opdracht geven van god, dit is het spelregelkader. Probeer daarbinnen met elkaar gewoon iets uit te zoeken waar jullie goed mee kunnen werken. Want als je een project doet, dan is het toch een beetje anders dan als je op de financiële administratie zit of een beleidsstuk moet schrijven. Dus zo proberen we er ook wel maatwerk van te maken. Ja. En verder komt het ook wel echt aan op techniek. Dus wat Marja net zei van goh, hybride vergaderen. Tot nu toe is de ervaring, iedereen in het scherm gaat best oké voor bepaalde vergaderingen. Of iedereen aan de tafel, maar die tussenvorm. Ja, ik denk dat je daar gewoon innovatieve technieken voor nodig hebt. En die zullen we ook echt wel aanschaffen. Ja, gelukkig hebben we die hier ook. En kan Tjalling ook gewoon meepraten wat dat betreft. Dus dat is heel makkelijk. Hij zit nog net niet daar aan tafel. Precies, dat zou nog fijner zijn. Bijna wel. Maar zo voelt het wel. Zo voelt het. Daar gaat het om, inderdaad. Ik heb nog één vraag voor Thea. Want als al die teams dan hun eigen plan trekken, dan is het natuurlijk moeilijk om dat te coördineren. En ik ben vooral benieuwd hoe het kantoor dan wijzigt. Want is het kantoor zoals het 2 jaar geleden was, is dat geschikt voor al die nieuwe plannen? Of moet je echt aanpassingen maken? Nee, wij moeten eigenlijk aanpassingen maken. Nu loopt ons huurcontract af. Dus wij zijn tegelijk ook op zoek naar een ander kantoor. Ja. En ja, eigenlijk zie het als een enorme mazzel dat wij de kans hebben om ook in één keer gewoon de slag te maken naar een werkomgeving die past bij dat hybride werken. Dus dat betekent eigenlijk dat we meer ruimtes gaan creëren waar je stilte hebt om gewoon je video vergadering te doen en veel meer een ontmoetingsplek creëren. Want mensen zijn wel nog steeds op zoek naar
ja, gewoon samenhang in, nou, waar heb je het voor nodig als je bij elkaar gaat zitten? Conflicthantering, co-creatie, creativiteit, gewoon de sociale dingen die, ja, die wij als samenwerkende organisatie ook heel erg moeten en willen. He, dus we gaan echt op zoek naar een plek waar we ook dat kunnen zijn voor onze samenwerkingspartners. En dat ziet er heel anders uit dan het kantoor wat nu gewoon eigenlijk is zoals ja, veel kantoren de afgelopen 10 jaar zijn gemaakt. Grote ruimtes met 6 bureaus naast elkaar. Ja, moet je proberen alle 6 tegelijk videobellen. Gaat niet. Nee, dus even heel concreet. Het wordt waarschijnlijk iets kleiner en wat flexibeler ingericht. Daar kunnen we... Nou, zeker flexibeler ingericht. Kleiner, of het per se kleiner wordt, dat hoeft niet de uitkomst mij betreft. Want ja, als je ook toch open wil staan voor samenwerken met andere partijen, dan moet je daar ook wel weer een beetje ruimte aan, aan geven. Ja. Maar het is wel de reden waarom we in het huidige kantoor ook zeggen van goh, niet iedereen tegelijk naar kantoor. Want dan kunnen we dus niet meer werken. Dan kunnen we dit hybride werken gewoon niet in vasthouden. Dat gaat niet. Ja. Oké, okay. Ik wil de vraag even aan Challing stellen en dan gaan we naar een vraag die hier wordt gesteld. Challing, hoe doen jullie dat als het gaat om jullie eigen werknemers? Meiden zij bijvoorbeeld te spitskeurig of gebeurt het ook nog wel eens dat je ze tegenkomt tussen 7:30 en 8:30? Nou, wij hebben als NS wel eerder aan onze medewerkers gevraagd om inderdaad die spits te mijden. Dat gaat over het algemeen heel goed, maar uiteraard zijn er ook wel eens collega's die toch in de spits naar kantoor komen. En ja, wij proberen ook mensen, precies wat ik net zelf uitlegde, ervan te overtuigen om buiten die spits te reizen. Dus dat, ja, dat gaat over van alles en nog wat. We proberen onze overleggen ook op dagen te doen dat het niet zo druk is. Precies wat Thea zei, hè? Die hyperspits is niet alleen op dinsdag en donderdag. Of sorry, is niet alleen in de ochtend, maar juist ook op dinsdag en donderdag. Dus we willen graag dat overleggen plaatsvinden ja, op woensdag en vrijdag. Dus ons eigen directieoverleg is nu verplaatst naar de woensdag. Dat is voor iedereen even wennen, maar je ziet wel gelijk dat je daarmee aan de organisatie een signaal geeft dat het niet altijd op dinsdag moet en niet altijd om 9:00 hoeft te beginnen. Dus het zijn kleine dingen, maar ze werken echt. Oké, okay, dankjewel. Ik ga nu naar de vraag vanuit de chat. Interessant, want het is een vraag vanuit Zuid-Holland, wordt hier gezegd. Er zit een inleiding bij. Ik lees hem even voor om ervoor te zorgen dat we niks missen. De logica van het vasthouden van spreiden en mijden is evident, wordt hier gezegd. Mes snijdt aan vele kanten op de weg en in het OV. Vraag is wat er voor nodig is om mensen daadwerkelijk zover te krijgen. Dat vraagt een integrale aanpak richting werkgevers, werknemers, scholen, grote instellingen en ook de overheid. Er is geen heilige graal, maar wat werkt wel? Vraagteken. Zijn er goede voorbeelden die kunnen worden opgeschaald? En ik leg de vraag even hier op tafel. En ik zie dat jij als eerste wil reageren. Ja, nee, ik kijk natuurlijk ook naar Rijn. Want wij als werkgeversorganisatie in de gemeente Haarlemmermeer hebben ook gebruik gemaakt van het gratis advies van Breikers. Dat is ook altijd leuk voor werkgevers om te horen. En Breikers is gewoon specialist om te kijken van hoe kan je nou zo'n heel vervoerplan voor je medewerkers optimaliseren. Wij hebben het hier nu over auto en OV, maar wij hebben ook vanuit Breikers de juiste adviezen meegekregen. Let nou op hoe je ook mensen kan verleiden om op de fiets te komen. En er komen ook hele praktische dingen bij kijken. Wij hebben nu in ons raadhuis al douches en zo, dus dat kan. Maar wij gaan ook verhuizen en daar heb je dus ook die opgave in van goh, hoe gaan we dat met elkaar inpassen? En dan kan je ook denken aan lichtere laptops, losse toetsenborden, allemaal... Ja, super praktische dingen. Maar het is wel handig om daar dus als werkgever ook een lijn in te kiezen. En dat aan te bieden om mensen ook zover te krijgen. Om verschillende vervoersmethoden te gebruiken. Ja, nou dat klinkt allemaal heel goed. Een mooie serie van allerlei voorbeelden. En ik ben even benieuwd of Rijn nog andere voorbeelden kent. Want er wordt hier gevraagd om het heilige graal. Nou, als die er was, dan hadden we hem denk ik op tafel gelegd, denk ik, of niet? Nou, de heilige graal zijn we misschien wel aan het uitvinden. Ja. Qua werken en reizen. En er zijn natuurlijk superveel voorbeelden van hoe het kan werken. En dat is ook een van de dingen waar wij natuurlijk, die wij intensief doen, is die voorbeelden delen. Dus we hebben bijvoorbeeld een partij als Deloitte, die hebben geëxperimenteerd met dat hybride vergaderen. Wat is dan de beste setting daarvoor? Die hebben 10 verschillende opstellingen gemaakt. Volgende week vrijdag delen we die kennis. Hè, van wat werkt er dan bij hun? En daar hebben we gewoon een groep mensen bij elkaar. En dat delen van die ervaring is heel belangrijk. Ja. En ook het besef dat we er nog lang niet zijn. Weet je wel, het is een totaal nieuwe situatie waar wij op een andere manier, nieuwe manier leren werken, leren samenwerken. En dat is niet van de ene dag op de andere dag geregeld. Maar
juist het delen van die ervaring is daarin, denk ik, superbelangrijk om dat proces te versnellen. Ja, ja. Dat hybride werken, omdat wij natuurlijk zelf ook vaak bij allerlei partijen komen, was ik laatst bij een partij waarvan ik dacht, hier werkt het. Want dan was gewoon het scherm, de hoek van de tafel, dat was het scherm. En wij zaten eigenlijk ook allemaal gericht op naar dat scherm te kijken, zodat degene in het scherm voelde zich onderdeel van het gezelschap. En dat is toch echt wat anders dan een laptopje neerzetten en denken, oh ja, Bert was er ook nog. Ja. Dus dat zijn echt dingen. Nou, ik ben heel benieuwd waar Deloitte mee uitkomt. Maar ik vond de laatste manier, vond ik tenminste, een hele prettige manier van vergaderen. Nou, alvast een paar schaalbare voorbeelden gehoord hier. Misschien kan Thea er nog eentje noemen die nog niet genoemd is. Nou ja, kijk, wat mij betreft is de heilige graal al een klein beetje uitgevonden. En dat is het feit dat we eigenlijk in een anderhalf jaar hebben geleerd, echt collectief, heel collectief, van goh, hoe is het om thuis te werken? Dat was natuurlijk voor in 2019 werd er wel thuisgewerkt, maar nooit op deze schaal. Ja. En het heeft echt ongelooflijk veel voordelen. Dat je, tenminste, dat merk ik in mijn werk, dat je nou even snel met NS in Utrecht in een vergadering kan zitten vanuit Amsterdam. Dus het is ook super efficiënt. Dus ik denk dat dat stukje gewoon echt vasthouden en voorkomen dat we met z'n allen weer denken van goh, we moeten voor alles bij elkaar zitten. Dat wel echt de heilige graal is eigenlijk. Dus echt een stuk van die werkwijze die we nu, waar we best een hele grote stap in hebben gezet, te proberen wel echt te continueren. Hè? Dus niet allemaal volgende week weer denken van oh, het is voorbij, we moeten weer gewoon en we hebben het ook bij elkaar. We hebben het gewoon aangetoond, hè, dat het werkt. Want er is natuurlijk, ik was vroeger zelf werkgever. Ik was helemaal geen voorstander van thuiswerken. Ik denk, thuiswerken met kleine kinderen en de hond uitlaten. Nou, dan wordt er niet gewerkt. Ja. En nu is gebleken dat onzin is. Het werk wordt gedaan. En misschien niet tussen 9 en 5, maar wel tussen 7 en 3 of hoe iemand het ook maar doet. Maar nu is het bewijs geleverd dat we gewoon door kunnen gaan met wat voor een bedrijf je ook maar hebt. En dat geeft, denk ik, nu de ruimte om daarop voor te borduren. Ja, nou, tegelijkertijd wil ik heel even weer naar Challing toe, want jullie hebben ook een campagne gelanceerd met het OV is oké. Prachtige slogan natuurlijk. Ik ben benieuwd wat voor gedachten erachter schuil gaat. Want aan de ene kant proberen jullie natuurlijk mensen weer te verleiden om de trein weer te pakken, maar niet allemaal tegelijk. Dus wat is de gedachte van die campagne en hoe succesvol is die misschien tot nu toe, als je daar al data over hebt? Nou, dat is echt een balanceeract. Het is precies wat jij zegt. We willen heel graag onze reizigers terug in het OV. En tegelijkertijd willen we ze niet allemaal meer in die hyperspits. Dus wat we proberen uit te leggen is dat het OV weer veilig is. Hè, dat iedereen daar welkom is en op een comfortabele manier kan reizen. En tegelijkertijd willen we reizigers laten weten dat niet allemaal op hetzelfde moment hoeft. De noodzaak voor de campagne is groot, want helaas, en dat verschilt een beetje van vervoerder tot vervoerder, maar waar de files wel weer terug zijn op pre-coronaniveau, is dat helaas het openbaar vervoer nog niet zo. Dus het aantal reizigers blijft echt fors achter. Bij NS zit op dit moment op ongeveer 65% ten opzichte van 2019. En dat betekent dat natuurlijk heel veel mensen nog niet terug zijn. Dus die willen we proberen te bereiken met deze campagne. Want voor de toekomst van het openbaar vervoer is het belangrijk dat al die reizigers wel weer terugkomen. En dan precies zoals je zegt, wel heel graag een beetje gespreid over de dag en over de week. Ja, en stel nou dat het inderdaad een structurele verandering teweeggebracht heeft en dat we misschien nooit meer boven de 75% bezetting komen van de top of van wat we gewend waren. Wat voor effecten heeft dat dan op het OV en op de bereikbaarheid? Nou, dat kan natuurlijk tot gevolg hebben dat het openbaar vervoer minder dekking kan gaan bieden. Hè? Als je, op dit moment krijgen we veel als sector heel veel overheidssteun, dus een zogenaamde beschikbaarheidsvergoeding voor het rijden van bussen, trams, treinen en metro's die niet vol zitten. Maar dat is geen sustainable, geen duurzaam businessmodel. Dus op een gegeven moment zal je in de service daarvan de resultaten gaan zien. Of de gevolgen gaan zien, moet ik eigenlijk zeggen. Maar dat willen we allemaal zo lang mogelijk voorkomen. Dus alles is erop gericht om enerzijds onze kosten nog verder te verlagen, zodat we kunnen blijven bieden wat we bieden. En tegelijkertijd die reiziger terug te krijgen in het openbaar vervoer. Want wij denken echt, ook met alle uitdagingen die we hebben op het gebied van woning, bouw, en klimaatdoelstellingen, dat het openbaar vervoer ontzettend belangrijk is in de hele mobiliteitsmix in de toekomst. Ja, een inschattingsvraag, we hoeven het niet helemaal uit te rekenen, maar volgend jaar rond deze tijd, denk je dat we dan weer richting de 90-100% zitten? Of, ja, blijven... we, hadden,
Ja, zeg maar. Sorry. Dat was de vraag. Ja, het hybride vergaderen gaat toch lastig, zoals je niet meer. Ja. Nee, wij hadden eigenlijk gehoopt nu al, hè, in het najaar van dit jaar, weer rond de 90% te zitten. Dat komt omdat vooral de sociaal-recreatieve reizigers, zoals wij dat noemen, dus mensen die niet als forens reizen, die zijn weer terug. De studenten zijn weer terug. Maar we hadden gehoopt dat er ook wat meer forensen terug zouden zijn. En dat zien we eigenlijk niet. Dus we hadden al gehoopt nu in ongeveer december op 90% te zitten. Zover zijn we nog niet. Dat komt ook doordat het mondkapje er nog is. In het openbaar vervoer is het mondkapje nog verplicht. We hadden graag gezien dat het kabinet daar afscheid van had genomen, maar dat kan kennelijk nog niet. Dus, maar we hebben goede hoop dat we in de eerste twee kwartalen van volgend jaar wel weer nog rond die 90% zitten. Goed, dankjewel Tjalling Smit voor jouw bijdrage aan deze discussie. Ik wil nog een intermezzo-vraag stellen aan Marja, want ik heb gehoord dat jullie naar een nieuw gemeentehuis gaan in de Haarlemmermeer. En mijn vraag zou zijn, is dit ook zo'n momentum wat je dan kan pakken, waarvan je kan zeggen, hey, nu gaan we het dus even radicaal anders doen? Ja, zeker. Want dit was dus ook de aanleiding, volgens mij, bij de vorige batch, dat wij meegetekend hebben met deze overeenkomst. Om te zeggen, nou, we moeten echt kijken hoe we dit anders gaan aanpakken. Dus samen met Breikers hebben we daar echt, dat overzicht gemaakt van dat mobiliteitsplan. Hoe reizen mensen nu? Wat kunnen we waar doen? En nou, net als wat Thea zei, het is natuurlijk een kans dat je naar een nieuwe plek gaat om te kijken, nou, daar zijn ook minder parkeerplekken. Dus we moeten ook mensen echt gaan verleiden om andere vormen van vervoer te kiezen. OV en fiets in ons geval dan. En ja, daar worden echt ook gewoon de praktische tips gegeven. En dat doet mijn collega Johan Rip, die over personeelsbeleid gaat. Die is dat geleidelijk aan het inpassen. Maar dat is natuurlijk wel de uitdaging waar we voor staan. En de verhuizing komt in snelle schreden naderbij. Dus we gaan volgens mij eind van het jaar gaan we al over. Oké, en één zin die fascineert me dan. Er zijn minder parkeerplaatsen, maar dat kun je natuurlijk zelf in zekere zin organiseren. Is dat een bewuste strategie dat je zegt, we gaan niet... In dit geval viel er niet zo heel veel te kiezen. Nee. Maar is dit wel een versterking van de inzet die we aan het plegen zijn? Ja. En ik moet wel zeggen, aan de ene kant heeft corona ons natuurlijk gebracht van dat meer mensen zijn gaan fietsen. Maar wat je ook ziet, is dat er ook meer tweedehands auto's zijn gekocht. Omdat mensen zich veiliger voelen in hun eigen omgeving dan met een mondkapje op in de trein. En degene die voorheen wel met de trein gingen en nu die tweede auto hebben gekocht, ja, hoe krijgen we ze daar weer uit? Hè? Dus aan die kant is de opgave misschien juist nog zelfs wel groter geworden. Ja, mooi. Dankjewel voor jouw toelichting op deze vraag. We gaan nu naar onze volgende gast die op afstand de discussie bijwoont en ook daaraan meedoet. En dat is Jan Linssen. Jan Linssen, je bent lid van het college van bestuur van de UvA, maar je spreekt nu, dat wil ik benadrukken, namens de drie onderwijsinstellingen, de HVA en ook de VU en natuurlijk de eigen UvA. Welkom Jan, ben je ook in Amsterdam op dit moment? Nee, ik ben in Den Haag, leek me wel gepast. Ik woon in Den Haag. Okay. En ik had vandaag natuurlijk naar Amsterdam kunnen komen, maar ik probeer 2 à 3 dagen in de week vanuit huis te werken. Nou, dat is prima en dat geeft alleen maar aan hoe hybride we hier allemaal te werk kunnen gaan. Vorig jaar waren jullie een ondertekenaar ook van de samenwerkingsovereenkomst. En ik zou willen vragen, wat heeft je gemotiveerd om dat te doen? En dat vraag ik dan ook aan de drie onderwijsinstellingen samen. Ja, kijk, wij zijn een grote werkgever met z'n drieën. Wij hebben een verantwoordelijkheid voor het goed laten functioneren van de voorzieningen in onze mooie stad en de omgeving daarvan in de metropool. En als we daar een bijdrage aan kunnen leveren, doen we dat graag. En dat heeft met bereikbaarheid te maken, dat heeft met de economische potentie van onze regio te maken en natuurlijk ook met duurzaamheid. Dat zijn allemaal dingen die je door dit te ondertekenen verder brengt. Oké. Ben ook heel benieuwd hoe het met jullie eigen medewerkers gaat en wat jullie voor hen hebben gedaan de afgelopen tijd. Zijn er dingen die jullie hebben gedaan vanwege de schaal misschien en vanwege de flexibiliteit rondom onderwijs, waar andere organisaties iets van zouden kunnen leren? Ja, we hebben natuurlijk alles online moeten doen de afgelopen 1,5 jaar. Dus dat heeft een enorme omslag teweeg gebracht. Dat is inderdaad, dat heeft investeringen in allerlei apparatuur meegebracht.
Ook daar lopen we echt tegen, wel tegen het punt aan dat hybride onderwijs, een paar mensen op locatie, een paar mensen thuis werkt nog niet echt lekker. En wat we zien is dat onze studenten gewoon weer heel graag naar de campus gaan en onderwijs volgen. Hoewel we ook weten dat er bepaalde vormen zijn, massale hoorcolleges enzovoorts, die ook prima online kunnen en online blijven. Dus daar gaan we het nieuwe evenwicht in zoeken. Daar zijn we onderwijskundig eigenlijk nog niet helemaal uit. We zijn hoger onderwijsinstellingen, dus wij doen veel onderzoek. Dus we willen ook echt heel veel meer weten over wat nou het beste werkt. Waar mensen het meest van leren, wat de beste combinaties zijn van on-campus en online. Ja, ben even benieuwd als we nu kijken naar bepaalde papieren tijgers, om het zo maar even te noemen, de CAO, mobiliteitsbudgetten, dat soort dingen. Zien die er nu heel anders uit dan 2-3 jaar geleden? Ja, we hebben nu een nieuwe CAO als universiteiten. De CAO van de hogescholen is er volgens mij net wel of net niet, maar die ken ik nog niet zo goed. Maar er zal iets voor het soortgelijks in staan. En daar zie je dus dat hybride werken een vast gegeven is geworden, wat we nu ook aan het invullen zijn. Dus blijvend als werkgever geven we daar ruimte voor, stimuleren we daar mensen toe en proberen we ook daar weer dat evenwicht te vinden. Want ook daar geldt, een universiteit, een hogeschool, is ook een ontmoetingsplek. Ook onderzoekers, hoogleraar, docenten leren door toevallige ontmoetingen. Die heb je niet op het internet, die heb je op een campus waar je bij elkaar binnenloopt, waarbij je elkaar ziet in de kantine, waarbij je elkaar tegenkomt op straat. En dat moet ook blijven. Ja, moet blijven, misschien moet het ook wel nog meer gestimuleerd worden. Is de campus veranderd in de afgelopen 1,5 jaar? En is de campus ook klaar voor de terugkomst van vele studenten en medewerkers? Ja, is gewoon, ja, bedoel, fysiek is natuurlijk niet veel veranderd. We hebben wat achterstallig onderhoud gedaan. Maar wij kunnen natuurlijk op dit moment zitten onze studenten eigenlijk weer bijna full swing binnen. En zijn we weer heel veel colleges aan het geven. Nog steeds een stukje hybride, nog steeds een stukje online. Maar dat nieuwe evenwicht, dat komt er wel. En dat zal voor een groot deel ook nog weer on-campus zijn. Omdat daar, ja, de echte leerervaring doe je toch met anderen samen. Ja, ik zit even te vragen. Ja, we moeten het ook even over de studenten hebben, denk ik. Zeker. Zijn de resultaten misschien slechter geworden afgelopen jaar? Is er iets over te zeggen? De resultaten zijn niet slechter geworden. Nee. Maar het studentenwelzijn is enorm op achteruit gegaan. Wij zijn enorm geschrokken van de psychische problematiek. Die studenten hebben heel veel eenzaamheid, heel veel stress. En dat is het directe gevolg geweest van het online studeren. Dus daarom dat wij ook weer full swing inzetten op on-campus. Die ontmoeting is ook nodig. Ja. Nee, kan ik wel onderschrijven. Ik heb 3 studerende zoons. Mijn jongste zoon is midden in corona begonnen met een opleiding fysiotherapie. Ja. Nou, digitaal fysiotherapie, dat gaat niet gebeuren. Denk ik. Nee, dus dat is hem nog niet geworden. Nee. Hybride fysiotherapie, dat wordt hem nog niet. Nee, niet echt. Jij noemde net ook onderwijs als een van de sleutels misschien tot de oplossing. Heb jij nog een vraag? Want we hebben nog 1 of 2 minuten in dit gesprek met Jan. Heb jij nog een vraag aan Jan? Nou, ik ben eigenlijk wel nieuwsgierig. Ik vind het sowieso heel fijn om te horen dat jullie heel precies aan het kijken zijn van goh, hoe kunnen we die volgende stap zetten. Hè? Dus daar ben ik heel enthousiast over. En mijn vraag is eigenlijk ook van goh, hoe kunnen we als mobiliteitssector jullie daar ook bij helpen om daar zo goed mogelijk invulling aan te geven. Want we zullen elkaar dan toch, denk ik, zeker rondom dat spreiden moeten vinden. En ik ben heel benieuwd hoe u daar naar kijkt. Ja, fijn dat je het vraagt, hè? Want ik heb ook al een concrete vraag en een concrete opmerking. Ik vind dat vanuit de OV-sector en ook een aantal vervoerswethouders te veel de indruk wordt gewekt dat de studenten wel weg kunnen uit de spits. Studenten kunnen niet weg in de spits, moeten ook in de spits rijden. Studenten reizen al gespreid. Ik weet niet of jullie nog weten hoe het in je eigen universiteitstijd ging, maar geen enkele student komt om 8:30 op de universiteit en gaat om 16:30 uit het college. Je bent de hele dag bezig met een college tussendoor, met een stukje thuis enzovoorts. Onze studenten hebben die hele dag om colleges te volgen en reizen dus ook voor en na corona al gespreid. Onze studenten moeten voor een heel groot deel het OV gebruiken. Het grootste deel van onze studenten woont op meer dan 10 kilometer afstand. Dus die moeten het OV gebruiken, hebben geen auto,
kunnen niet fietsen. Heel graag zouden veel van onze studenten in midden in Amsterdam wonen en lopend en per fiets naar de universiteit gaan. Maar die woningen zijn er niet, zijn niet betaalbaar. We hebben studenten die wonen in Den Bosch en die wonen in Nijmegen. Hoe laat moeten die weggaan om 10 uur op college te zijn? Stel dat we dan pas zouden beginnen. Ja, die moeten ook in de spits reizen. Want anders kom je niet om 10 uur. Dus wij moeten gewoon de hele dag hebben. En wat we nodig hebben van het OV, want we willen heel graag met jullie meedenken en meewerken hoe we dingen beter kunnen doen. Maar jullie houden de kaarten tegen de borst. Jullie geven ons niet de goede informatie. We willen echt heel graag weten hoe het precies zit in de spits. Hoeveel procent van de spits nou onze studenten zijn. Bijvoorbeeld op Station Zuid of op Centraal of op Amstel. Dan kunnen we namelijk beter afspraken met elkaar maken. En daar zijn we nu al een hele tijd mee bezig. En die gegevens komen maar niet. Dat is voor ons echt een probleem. En ondertussen wordt het beeld geschapen dat studenten uit de spits zouden mogen. Ik vind dat heel jammer, want studenten zijn de enige partijen geweest die de afgelopen 1,5 jaar zijn blijven betalen aan de NS en de OV-organisaties. Dat doen ze niet vrijwillig. Dat geld is ze ooit ontnomen in de deal over de basisbeurs. En dat geld is gewoon nog steeds naar de OV-sector gegaan. Ik heb mijn abonnement opgezegd in de periode dat ik niet zo vaak meer naar Amsterdam ging. Die luxe hadden studenten niet. Nee, helder. Misschien wil Marja erop reageren wat je nu hoort. Alhoewel het niet per se op jou alleen was. Nee, maar als dagelijks bestuurder van een vervoerregio trek ik me dit op zich aan. Hè. En ik denk dat we ook terug moeten naar het begin van, nou ja, al is het maar 10-15% van de mensen. Ik vind wel dat we alle gegevens met elkaar moeten delen. En dus ook als jullie veel onderzoek doen, dat wij dan ook gebruik kunnen maken van die kennis. Hè, van hoe op welke tijden reizen de meeste studenten. En ja, dan zouden we toch echt met elkaar moeten kunnen aan knoppen kunnen draaien van hoe kunnen we in een goed evenwicht komen, zodat we ook die lijnvoering overeind houden. Hè? Want bijvoorbeeld buslijnen, we hebben nu die beschikbaarheidsvergoeding, Tjalling had het daar al over, daarmee kan je alles nog laten rijden. Maar als dat wegvalt, dan moeten er keuzes gemaakt worden. En dan willen we graag natuurlijk voor iedereen die busdeuren en die treindeuren open doen. En dan moeten we volgens mij gewoon echt open kaart spelen en kennis en data met elkaar delen. Okay, nou ja, maar wat we bij bereikers altijd doen is, je moet het onderwijs niet de opdracht meegeven om de spits te mijden. Dat moet je bij werkgevers ook niet doen. Je moet kijken van wat zit erin voor jou? Wat is voor jou het voordeel van dat hybride of de blended learning bijvoorbeeld? Wat is voor de student dan het voordeel daarvan? En op het moment dat je dat kunt benoemen, dan zit je in de goede energie. Dus je moet niet tegen organisaties zeggen, jij moet de spits meiden of jij moet niet in de auto. Nee, je gaat kijken van wat past voor jou nou wel. En jou is dan de werknemer of de werkgever? Allebei. Ja, dus je ziet binnen de werkgever kun je ook naar individuele groepen werknemers kijken. Van de ene die vindt het leuk om te fietsen, die woont dicht bij zijn werk. En de andere is dat geen optie. Nee. Moet je niet als organisatie zeggen, we gaan allemaal fietsen. Want als je heel ver weg woont, is dat geen optie. Nee. Het gaat er juist om dat je de mensen die daar wel toe in staat zijn, daartoe verleidt. Ja. En dan kom je op die 15% en dan is die spits weg. Ja. Ik zou nog één vraag willen stellen tot nu toe aan Jan. Omdat we zouden er ook 3 uur over verder kunnen praten. Maar dat is voor een andere keer. Jan, de internationale studenten zijn natuurlijk grotendeels weggebleven. Zijn die nu weer allemaal terug? Is dat weer net als vroeger? Of zie je daar nog steeds een dip? Nee, die zijn daar in grote getalen. Dus tot onze verbazing, bij de start van het jaar 2020 hadden wij ook een enorme groei van het aantal internationale studenten. Wij dachten, die komen niet, want die missen de ervaring. Die zijn voor een deel naar Amsterdam gekomen, maar het grootste gedeelte. Nou, ik heb studenten gesproken die in Cairo of in Singapore of in Maleisië het onderwijs volgden. Maar die zijn nu allemaal hier in Amsterdam. Wij hebben van het voorjaar tegen onze studenten gezegd, ga ervan uit dat je nu weer naar Amsterdam moet komen. Dus die moeten ook allemaal weer een woning krijgen. Dat is gelukkig allemaal gelukt. Hè. Er ligt geen enkele student onder de brug. Er zitten er wel een paar in een jeugdherberg. Maar dat is misschien ook niet per se wat je wil, maar het is in ieder geval beter dan niks. Ja, en we zijn volop bezig om dat woningprobleem ook samen met gemeentes en overheden op te lossen. Maar ja, de oplossing van het woningprobleem ligt niet in het centrum van Amsterdam. Volgende week ga ik naar Almere en dan gaan we een convenant tekenen om duizenden studentenwoningen daar te bouwen. Ja, die moeten op de een of andere manier naar de VU en de UvA en de HVA toe komen.
En dat doen ze niet met de fiets vanuit Almere. Dat is met het openbaar vervoer. Dat is de enige manier om dat probleem op te lossen. Goed. Nou, fijn om te horen in ieder geval dat er oplossingen worden gevonden en dat er out of the box wordt gedacht en dat er tegelijkertijd ook weer meer gesprekken nodig zijn om nieuwe problemen te tackelen. Dankjewel Jan Linssen, live vanuit Den Haag, voor deelname aan dit gesprek. En wij schakelen straks over naar Irene Vlotman. Zij is de COO van CBRE. En als zij in de call zit, dan kunnen we ook met haar het gesprek aangaan. En ik vermoed dat zij vanuit Amsterdam inbelt. Maar misschien heel even nog een korte reactie ook op dat laatste punt van Jan over de student in Almere. Is dat iets wat we als vervoerregio zouden moeten toejuichen? Of zeg je, moeten andere oplossingen zoeken? Nou, kijk, sowieso denk ik dat we er niet aan ontkomen om, gezien de woningbouwopgave, om te spreiden. Hè? Dus dat ik zie dat eigenlijk meer als een gegeven. En ik zie eigenlijk wat Jan net aangeeft ook als een uitnodiging om het gesprek te starten. Kijk, ik schrik er wel van dat we moeite hebben om die informatie uit te wisselen. Dat vind ik heel jammer, want volgens mij moet je juist heel erg precies kijken. Als er 1000 studenten in Almere zitten, die hoeven niet allemaal tegelijk naar dezelfde plek. Hè? Maar hoe kunnen we het nou precies zo regelen dat het gunstig uitpakt voor de student zelf? Hè? Want het is ook comfortabel om in de spits bijvoorbeeld of daarbuiten gewoon lekkere zitplek te hebben, dat je je studiewerk kan doen in plaats van dat je met z'n allen moet staan. Ja. En hoe kunnen we nou zorgen dat ook gedurende de week gewoon lekker loopt? En dus ik denk dat beide sectoren echt nog wel veel meer stappen kunnen zetten. En misschien samen met Breikers kijken van, goh, waar staan we nu en waar willen we naartoe? Ja, helder. En als bijvangst wordt Almere dan misschien nog een studentenstad. Dat zou natuurlijk wel. Ik denk dat ze dat heel graag willen. Ja. Dus misschien zitten er ook nog wel positieve zijden aan deze oplossing. Amsterdam Zuidoost is inmiddels ook een studentenstad. Kijk, precies. Daar zitten we inderdaad nu bij. Hoofddorp binnenkort ook. Je weet maar nooit. Kijk eens aan. We gaan even kijken of we Irene Vlotman al live in deze uitzending kunnen roepen. Ik denk het wel. Irene, zou je willen iets willen zeggen, waar je bent bijvoorbeeld? Goedemiddag allemaal, leuk om hier te zijn. Ja, dat vermoeden klopt niet helemaal, want ik ben ook in Den Haag. Dus ik kan Jan een handje geven. Oh ja, leuk. Grappig. Ik kan me voorstellen dat niet iedereen CBRE kent. Zou je in een notendop kunnen uitleggen, zonder slide en zo, maar even uitleggen wat CBRE doet en waar jullie actief zijn? Dat is jammer, want ik had eigenlijk een elevator pitch en 5 slides, maar dat zal ik dan achterwege laten. Wij zijn een internationale wereldwijde vastgoed- en huisvestingsadviseur. We zijn wereldwijd groot, beursgenoteerd aan de New York Stock Exchange. Onze moeder zit in Dallas. We zijn wereldwijd met zo'n 90.000 medewerkers, 500 kantoren. Maar we zijn in Nederland. En in Nederland zijn we samen met onze zusjes met zo'n 1500 medewerkers verspreid over verschillende kantoren in heel Nederland. En we hebben een populatie van verschillende plumage. Van designers met zulke haren tot van die hele corporate brokers strak in het pak met zo'n lok al is met het hybride werken. En de nieuwe, het next normal zoals we dat noemen, is het laatste wel een beetje een uitstervend ras. Ja. We richten ons op commercieel vastgoed en we zitten in alle sectoren. Dus dat varieert van kantoren, residentieel, zorg, logistiek. En we bedienen zowel eigenaar als gebruikers. En ja, ik ben altijd nog steeds even trots, want ik werk in een prachtig bedrijf met prachtige mensen, waar gewoon heel veel ruimte is voor ontwikkeling en groei. Dus ik ben blij. Nou, dat is een ruime elevator pitch geworden, maar het enthousiasmeert in ieder geval. Dat is in ieder geval een vereiste. Ik ben heel benieuwd waar je dan zelf naartoe ging toen je nog naar kantoor ging. Waar ik zelf naartoe ging toen ik nog naar kantoor ging. Ja, waar staat het hoofdkantoor in Nederland van CBRE? Ons hoofdkantoor in Nederland staat, als je op de A10 rijdt richting Zaandam en je kijkt meteen naar rechts, dan zitten we in het Schinkelgebied. Okay. Langs de A10. Okay. Ja, voormalige Peugeot-garage die we getransformeerd hebben tot kantoor. Dus dat is wel heel gaaf. En is dat dan nu ook een soort flagship project als je kijkt naar hybride werken? Is dat dus helemaal aangepakt de afgelopen 1,5 jaar?
Nou ja, we hebben natuurlijk ook met z'n allen de pandemie meegemaakt. Maar ook wij zijn het proces doorgegaan van hoe gaan we na de pandemie met elkaar werken en zijn. En ja, als je klanten adviseert over processen die je zelf doormaakt, dan is het wel heel verstandig om te practicen wat je preach. En we zijn ook maar een heel gewoon bedrijf met mensen. Dus we hebben ook op ons pad heel veel hobbels en obstakels gehad. Maar het is gewoon zo, ons hoofdkantoor dat kent 2 keer zoveel mensen als werkplekken. Dus ook al zouden we willen, we kunnen gewoon niet met z'n allen 5 dagen terug naar kantoor. Dus wat hebben we gedaan? We hebben eigenlijk 2 onderzoeken gedaan. En dat zijn onderzoeken die we ook altijd met onze klanten doen. En het eerste onderzoek dat is gericht op wat. En het tweede onderzoek is gericht op het hoe. Dus in het eerste onderzoek peilen we eigenlijk bij onze mensen het sentiment omtrent thuiswerken en het aantal dagen dat ze denken dat ze naar kantoor willen. En het tweede onderzoek dat gaat meer over de werkstijl. Dus hoe werken mensen? Werken ze alleen of samen? Werken ze gepland of ad hoc, fysiek of virtueel? Nou, dat hebben we allemaal op een hoop gegooid en daar is voor ons een voorkeursscenario uitgekomen. En dat is gebaseerd dat we eigenlijk spots per team hebben. En het is wel gebaseerd op het type werk en de werkstijl die je in je team hebt. En dat varieert ook per team, hè, hoe dat is ingedeeld. Sommige teams zeggen ik moet er 2 dagen zijn. Sommige teams zeggen gemiddeld ik moet er 5 dagen zijn. We hebben 80% van onze werkplekken is ook echt geallockeerd aan de spots. En we hebben een soort van buffer van 20%. Zodat mensen die niet op de dag willen komen of kunnen komen, toch nog terecht kunnen. En ja, we monitoren dat nauwgezet, want data is natuurlijk key. Ons kantoor is een heel fijn kantoor, hè. Zoals ik al zei, het is een getransformeerde garage. En ja, dat is wel, we hebben 2 pijlers, 2 belangrijke pijlers. En dat is de gezondheid van onze mensen, maar ook duurzaamheid. Zo hebben we bijvoorbeeld lockers, die zijn gemaakt van de stewardessenpakjes van de KLM bijvoorbeeld. En onze laatste aanwinst, dat is onze lunch, want we hebben een eigen restaurant. Met een hele dedicated pok. En die is van ons koffieprut de champignon aan het kweken. Dus de laatste tijd eet ik alleen maar iets met champignon, zeg maar. Oké, nou, leuke voorbeelden. En misschien ook schaalbaar naar Zuid-Holland, want daar werd voor gevraagd. Mijn slotvraag aan jou zou zijn, Irene. De vastgoedmarkt is natuurlijk veranderd. De vraag is misschien ook veranderd. Hoe zie jij die vraag veranderen en hoe speelt de organisatie daarop in? Het is natuurlijk al heel veel gezegd, hè? Het kantoor is, dat wordt steeds meer een werkomgeving waar mensen en teams samenkomen. En je ziet gewoon, en dat hoor je ook vanuit de vraag van gebruikers, dat in het volgende normaal, dat organisaties moeten eigenlijk onderscheidende kantoren bieden waar medewerkers gewoon heel graag naartoe komen. En dat leidt tot een meer gebruikersgerichte benadering van de werkplek, waarbij kantoren ontworpen worden steeds meer gericht op de behoeften van de mensen, van de medewerkers. En waar voorheen dus de focus voornamelijk op de stenen en de vierkante meters lag, zie je dat er steeds meer de focus komt te liggen op het gebruik van het vastgoed. En ja, dat betekent voor ons ook dat we die shift zien, want waar vroeger altijd de broker als eerste in beeld kwam, zie je nu steeds meer een verschuiving naar consultancy. En het gaat uiteindelijk om het samenbrengen van de gebruiker en van de eigenaar. En dat zag je al sterker in de logistieke of in de zorgsector bijvoorbeeld. Maar dat gaan we ook steeds duidelijker zien in de kantorensector. En ja, ik denk dat het onze opgave is om dat silo-denken los te laten en te gaan voor een win-win situatie. Voor de eigenaar en de gebruiker op basis van duurzame concepten. Ik denk dat dat steeds meer gaat komen. Kortom, meer mensen dan stenen, meer consultancy en volop kansen dus. Ja, meer zacht, dus meer organisch dan het huis. Oké, goed. Dank voor deze toelichting en dank ook voor jouw antwoorden vanuit Den Haag, Irene Vlotman. En daarmee gaan wij naar de volgende gast die we niet live spreken, maar die we eerder hebben gesproken. En dat is niemand minder dan de wethouder als het gaat om vervoer en verkeer in de gemeente Amsterdam, Egbert de Vries. En hij is ook voorzitter van het dagelijks bestuur van de vervoerregio Amsterdam. We vroegen hem onder andere naar aanleiding van natuurlijk het feit dat er 17.000 werknemers zijn die de gemeente Amsterdam ook in dienst heeft. Vroegen we hem ook waarom heb je vorig jaar ondertekend en welke kansen heb je gezien als het gaat om hybride werken?
Nou, het is natuurlijk afgelopen jaar gebleken dat je ook heel goed met elkaar kan overleggen of een bijeenkomst kan hebben zonder dat iedereen naar dezelfde plek komt. Je kan het over de schermen doen, je kan het hybride doen. Daar hebben wij als gemeente Amsterdam ook veel kennis mee gemaakt. En daarnaast proberen we mensen ook te stimuleren om flexibeler in hun tijd te gaan zitten. Sommige mensen starten eerder of starten later. En dat kan allemaal in deze tijd gemakkelijker. En mensen maken daar ook gebruik van. En dat betekent gewoon dat de druk op de weg of in het openbaar vervoer veel minder wordt. Oké, en vandaag bestendigen we en vieren we misschien ook wel die samenwerkingsovereenkomst. En de vraag is heel erg gerechtvaardigd, waarom doe je mee? Wat is de motivatie daarachter om ook daar te ondertekenen? Nou, ik denk dat dit typisch iets is waar je van elkaar heel goed kan leren. Dus we moeten allemaal met elkaar ontdekken als bedrijven en organisaties hoe je met je werknemers omgaat, hoe je dingen plant in je organisatie zodanig dat je mensen toch minder vaak steeds allemaal op hetzelfde moment moet laten reizen. En door samen te werken, door samen die overeenkomsten te tekenen, kunnen we ook heel goed met elkaar de ideeën, de goede plannen uitwisselen. En daar wordt iedereen beter van. Ja, we vroegen de wethouder ook nog om een speciaal woord te richten tot de nieuwe partners. Ongeveer 50 die zijn toegetreden tot de samenwerkingsovereenkomst. Wat zou u hen willen zeggen? Ja, ik zou natuurlijk willen zeggen tegen werkgevers die nog niet zijn aangesloten, kom er vooral bij. Want samen kunnen we veel beter bedenken hoe we met die werknemers zodanig afspraken maken dat het reizen in de spits veel minder druk wordt. En ja, dat is voor iedereen belangrijk. Het levert iedereen meerwaarde op. Dus ja, we zouden eigenlijk veel meer werkgevers moeten uitnodigen om ook deel uit te maken van dit convenant en dit platform. Ja, en tot slot vroegen we ook aan de wethouder hoe je nog effectiever kan worden en wat daarin de volgende stap wat de wethouder betreft zou kunnen zijn. Ja, dat kunnen werkgevers bijvoorbeeld doen enerzijds door nog beter na te denken over welke vervoersmiddelen mensen gebruiken. Kun je sommige mensen verleiden om over te stappen van de auto naar het openbaar vervoer of van het openbaar vervoer naar de fiets? Denk even aan de mogelijkheden die de elektrische fiets op dit moment brengt. En wat hebben werknemers dan nodig om zo'n overstap te maken? Daar kun je goed met elkaar in het bedrijf of in de instellingen over spreken, maar ook onderling tussen bedrijven. En dat brengt me op het gebiedsgericht werken. Je kunt ook heel goed als bedrijven die in een bepaald gebied zitten samen proberen na te denken over wat is nou de specifieke mobiliteitsvraag in ons gebied en hoe kunnen we daar zo goed mogelijk als bedrijven samen met de vervoersbedrijven die daar actief zijn goede plannen voor verzinnen. En er zijn ook hele goede voorbeelden op dit moment in bepaalde gebieden, denk aan de Zuidas, waar dat al gebeurt en waar het gewoon grote winst oplevert, zowel voor de werknemers als voor de werkgevers. Dat was Egbert de Vries, niet live, maar heel erg fijn dat we die antwoorden toch hebben kunnen meenemen in deze hybride en ook dus asynchrone talkshow hiermee. We gaan nu wel live naar iemand die klaar zit, als het goed is, op een andere locatie, ergens in de MRA wellicht. Ruben Uitendaal, je bent rayondirecteur zakelijk Noord-Holland bij ING en ook voorzitter van de Green Business Club Zaanstad. Ruben, zit je ook in Zaanstad nu? Hoi, goedemiddag. Horen jullie mij? Ja, luid en duidelijk. Oh, nou, jullie horen mij wel, maar jullie zien mij niet als het goed is. Dat klopt, je bent een soort stem hier, maar dat is genoeg voor een goed gesprek. Kun je uitleggen waar je nu bent en wat de Green Business Club Zaanstad precies doet? Ja hoor, ik zit op dit moment in mijn werkkamer in Heemskerk. Maar ik krijg de video niet aan, dus ik ben blij dat jullie me in ieder geval kunnen horen. Ja. Leuk programma vanmiddag. Ik heb met plezier zitten luisteren. En fijn ook dat we als Green Business Club wat mogen zeggen. Ik ben zelf van Green Business Club Zaanstad, maar er is een Green Business Club Nederland ook. Die heeft meerdere clubs, ik geloof 15 of 16 over het land verspreid. Waaronder ook Amsterdam-Zuidas al heel wat jaren. En sinds kort ook net opgericht Green Business Club Sloterdijk. Maar ik, zoals gezegd, zit Green Business Club Zaanstad. Dat is een samenwerking tussen 16 Zaanse bedrijven, de gemeente Zaanstad, de omgevingsdienst. Samen één club, één doel. En wij verbinden partijen met elkaar en kennis. Voegen we toe en zijn op zoek naar duurzame kansen in Zaanstad. En met een aantal zeer gedreven projectmanagers, die dan vervolgens weer worden betaald door onze participanten, rollen we concrete kop-tot-staart projecten uit en willen we daarmee impact maken. Zo hebben we drie werkgroepen
En werkgroepen in Zaanstad, dat is onder het kaliber niet lullen maar poetsen, zeg ik altijd maar. En één poetsgroep, dat is onze mobiliteitspoetsgroep. En daar zitten, ja, het is een enthousiaste groep. Er zitten meerdere ondernemers in. Bereikers zitten natuurlijk in. De voorzitter van bedrijventerreinen zitten erin. Maar ook medewerkers van gemeente en omgevingsdienst. Ja, die willen maar één ding en dat is vooruit en verduurzamen. Dus zo zijn we ongeveer georganiseerd. Vooruit, verduurzamen en poetsen, Ruben. Heel mooi om dat zo te horen dat dat in Zaanstad heel erg leeft. Ik heb ook van tevoren gezien dat er bij het bedrijventerrein Molletjesveer dat daar een gebiedsgerichte aanpak is. En we hebben het nu heel veel over wat werkgevers zelf kunnen doen. Maar wat we nog niet hebben belicht is die gebiedsgerichte aanpak. Kun je ons vertellen wat daar succesvol aan is en welke lessen er misschien te leren zijn? Ja hoor, zeker. Ik hoorde net de wethouder al zeggen dat dat inderdaad een mooie aanpak kan zijn. Wij doen dat op twee bedrijventerreinen, die liggen naast elkaar. Noorderveld, Molletjesveer en voor het gemak noem ik het maar even Zaanstad Noord. En dat is een gebied met een enorme uitdaging. Er werken ongeveer naast rond de 4000 medewerkers bij bedrijven, veel MKB-bedrijven, maar ook veel woningen rondom en achterliggend. En er worden ook nog eens komende jaren heel veel woningen bijgebouwd. Maar het terrein en ook die woningen zijn vooral goed met de auto bereikbaar en verder niet zo. Dus je hebt heel veel vervoers, transport en bouwlogistieke bewegingen. En die gaan allemaal eerst door het gebied heen naar de provinciale weg N246. En van daaruit is het aansluiten richting de snelwegen A8, A9 of andersom. Ja, en daar is het al heel erg druk. En dat zorgt ook voor onveilige situaties. Ja, dus als we nu niks gaan doen, dan staat het straks muurvast en lopen we achter de feiten aan. En dat hebben wij gewoon ter hand genomen. Vorig jaar ook al met bereikers een aanpak gestart, werkgeversaanpak, om een analyse te maken van knelpunten en kansen. En er ligt nu een heel mooi plan van aanpak voor. Dus waar bedrijven, gemeenten, omgevingsdiensten, bedrijvenvereniging, iedereen staat erachter. En over enkele weken zitten we ook bij de VRA en de provincie en Rijkwaterstaat om ervoor te zorgen dat Zaanstad Noord gewoon de aandacht krijgt die het verdient. Een duurzaam en toekomstbestendig bereikbaar gebied. En Zaanstad Noord, ja, dat zou dus eigenlijk een focusgebied moeten worden in de provincie Noord-Holland. Want anders lopen we totaal vast daar. Ja, ja, Ruben, ik schrik er een beetje van die onveilige situaties ook. Maar tegelijkertijd ook heel mooi dat je iedereen dus achter dat plan hebt kunnen krijgen. En wat is het geheim daarvan? Want ik kan me voorstellen dat bedrijven ook andere dingen aan hun hoofd hadden. En dat ze misschien zeiden, nou, dat staat niet zo hoog op ons prioriteitenlijstje. Ja, maar kijk, iedereen ziet in zo'n gebied al dat het vastloopt. En als er enorm veel woningen bijgebouwd worden, dat dat echt tot problemen gaat leiden. En die ondernemers die maken zich ook gewoon zorgen. Alleen de kunst is om dat ondernemerslandschap gewoon met elkaar te verbinden. En samen op te trekken met de gemeente en de omgevingsdienst. Dus het echt iets gemeenschappelijks van te maken. Wij hebben nu een totaalplan van aanpak met 5 mobiliteitsoplossingen. Om die transitie en de mobiliteitstransitie mogelijk te maken. En dat hebben we voor de komende 2 jaar klaarstaan. Zal ik een paar voorbeelden noemen? Vind je ja, dat leuk? Misschien is dat wel leuk om daarmee af te sluiten, inderdaad, met een paar voorbeelden. Ja, misschien gaat het wat meer tot de verbeelding spreken. Ja. Wat we bijvoorbeeld 8 oktober aanstaande hebben, is een interactieve bijeenkomst met acht grote Zaanse bouwbedrijven. Plus al die stakeholders er weer bij, waaronder ook gemeente, vervoer, regio enzovoort. Om concrete stappen te formuleren. En wij hebben die uitnodiging nog niet heel lang geleden eruit. Maar die is gelijk ook door al die partijen geaccepteerd. En dat komt omdat we onderliggend een intentieverklaring hebben getekend. Waar iedereen zijn handtekening heeft ondergezet. En waar voor iedereen het ook duidelijk is dat je dit soort concrete vervolgstappen moet nemen. En dat je bij dit soort bijeenkomsten gewoon aanwezig moet zijn. Om samen weer nieuwe stappen te zetten. We zijn bezig midden op het bedrijventerrein, een ander voorbeeld, met een overkapte zonnepanelen parkeerplaats, waar we ook gelijk met deelauto's gaan beginnen, voor zowel werknemers als de bewoners die daar in de buurt zitten. Ook een voorbeeld is dat we nu met 4 studententeams van de HVA, Hogeschool van Amsterdam, zijn we bij 4 grote corporates die langs de Zaan zitten. En bijvoorbeeld Tate Lyle zit daar in de buurt, om maar eens wat te noemen.
zijn ze aan het inventariseren of we niet meer goederenstromen over het water kunnen krijgen. En uiteraard zit ik erbij omdat ik ook vind dat het geëlektrificeerd moet kunnen. En die leveren binnenkort al een eerste bevinding en rapporten op. In november, ga ik nog even door hoor. Nog eentje dan, Ruben, laatste. Ja, ik ga er straks nog eens stiekem een noemen hoor, ik ben eigenwijs. Maar we starten een proefperiode in november met een gecombineerde elektrische personen- en goederenvervoermodaliteit. Dus één oplossing voor werknemers, bewoners, pakketjes en goederen, de hele dag door. En als laatste, ik ga hem toch noemen, ja, we hebben natuurlijk een Zaans fietsplan klaarstaan. Net zoals in de regio gaan we ons eigen Zaanse kleurtje geven aan een fietsplan. Omdat we juist die ondernemers zo goed kennen. Hè? En dat is ook het leuke met Breikers samen. Breikers is de partner waar we graag mee samenwerken. Die kent onze achterban. En ondernemers, nou, die aanpak spreekt ze wel aan. Wij hebben de kennis en het netwerk. En de ondernemers die willen graag. En dat mobiliseren we in Zaanstad. Dat is wat we doen. Mooi, dankjewel Ruben. En ondanks dat we geen beeld hadden, heb je het heel beeldend uitgelegd. Zo beeldend dat ik misschien vermoed, Rijn, dat we de volgende bijeenkomst in Zaanstad moeten houden. Wat is daarop je antwoord? Vind ik een heel goed idee. We zitten altijd maar in Amsterdam, maar het gaat over de regio natuurlijk. Precies. Oké, nou, hierbij wat mij betreft afgesproken. Dus Ruben, daar wordt nog over verder gesproken hoe we dat praktisch gaan doen en hoe we ervoor zorgen dat dat geen onveilige situaties oplevert. Maar dat moet zeker lukken buiten de spits. We hebben het gehad over Zandvoort, over Almere, over Zaanstad natuurlijk en Haarlemmermeer. Dus we zijn ook in de regio zeker geweest, maar ook over Amsterdam en over onderwijs in Amsterdam onder andere. Het is tijd om er een einde aan te breien voor dit moment en ook de brug te maken naar het netwerkgedeelte. Maar voordat we dat doen, wil ik de gasten hier aan tafel de gelegenheid geven om nog een korte toast uit te brengen. En dat kan gewoon spontaan uit het hart. En er komen ook glaasjes nu hier. Hierbij, dat is natuurlijk heel erg fijn, omdat het dan nog meer gaat leven als toast. Dankjewel. En dan zou ik iedereen even willen vragen om, laten we zeggen, een minuutje het woord te richten tot de mensen die kijken. En iets feestelijks, maar misschien ook wel een soort advies of een tip nog mee te geven. Iets waarvan jij zegt dat is nuttig voor dit moment. Ik begin bij Thea. Thea, wat zou jij nog kwijt willen aan deze groep die de samenwerkingsovereenkomst ondertekent, of die daar misschien in de toekomst een handtekening onder gaat zetten? Nou, in elk geval wens ik jullie allemaal echt ontzettend veel succes met de verdere uitwerking van deze overeenkomst. Het is aan ons de komende periode om hier echt gewoon een succes van te maken. Handtekening is één, het doen is twee. Ik denk dat we hele mooie voorbeelden hebben gehoord. En als jullie hulp nodig hebben, dan kun je terecht bij Breikers. Maar mag je ook de vervoerregio inschakelen, dan denken we heel graag mee om met jullie samen deze stappen te zetten. Dus veel succes. Mooi, dankjewel. En dan gaan we naar Marja nog. Ja, nou, ik toast graag op eigenlijk op de werknemers. Want we hebben het is een werkgeversovereenkomst, maar we doen het voor werknemers om het zo plezierig mogelijk te maken. En ik denk dat we die ook in vroeg stadium echt moeten betrekken, bevragen. Ik heb laatst een onderzoek gelezen waarin wordt gezegd, nou, hoe kan je werkgever je verleiden? Nou, geef me een elektrische fiets. Is natuurlijk een eenvoudige oplossing, maar misschien ook niet altijd meteen de beste oplossing. Maar ga kijken hoe je dus dat bij elkaar kan brengen en zet organisaties als Breikers en de vervoerregio daarvoor in. En dan gaan we een mooie toekomst tegemoet. Mooi, dus laten we de werknemers zeker niet vergeten. En dan gaan we naar Rijn voor jouw toast. Ja, ik toast op alle deelnemers natuurlijk. De nieuwe deelnemers, maar we hebben ook heel veel partijen aan tafel of in het netwerk die hebben aangegeven, we zijn nog geen deelnemer, maar we zijn wel geïnteresseerd. Dus dat was heel erg leuk om dat te zien. En daar gaan we de komende weken natuurlijk keihard die jacht op maken. Mooi, ja. En vice versa waarschijnlijk, want ik kan me voorstellen dat het heel duidelijk is wat de meerwaarde daarvan is. Dus laten we die toast dan ook uitbrengen. En in ieder geval heel erg dank voor jullie bijdrage. Tegen de mensen thuis zou ik nog één ding willen zeggen. We hebben achter mij natuurlijk die namen allemaal langs zien komen. En dat is natuurlijk heel imposant om te zien wat er in korte tijd al is gebeurd en hoe een crisis toch ook tot nieuwe samenwerkingsvormen leidt. Ik kan me ook voorstellen dat dat tot heel veel behoefte heeft geleid om weer contact met elkaar te hebben. Mijn toast zou dan daarover gaan om te laten zien dat hybride ook heel leuk, plezierig en effectief kan zijn. Dus we willen ook Practice What You Preach een hybride vorm aanbieden waarop jullie nog even kunnen napraten en in een sfeer die bij vrijdagmiddag past. En voor ons staat ter plaatse op zo'n plek Bo, kom er maar in.
Oh ja. Hey Nathan, ja, dankjewel. Ik sta hier inderdaad als speciale reporter vanaf het strand. Het is super lekker weer hier, zoals je kan zien. Ik heb heel veel zin om met jullie na deze inspirerende sessie na te praten. En dat gaan we doen vanaf deze locatie. Ik hoop ook dat jullie allemaal hierheen komen, want dit is de vrijdagmiddag borrelplek. Dus ik wacht hier op jullie. Ik ga alvast een biertje halen en kom lekker binnen. Dan zie ik jullie zo. Hoi! Mooi, en die link die delen we nu in de chat, zodat iedereen heel snel en veilig daar naartoe kan. Daar wordt nog even nagepraat en ik zal zorgen dat er in de studio ook een paar laptops klaarstaan, zodat we daar ook aan mee kunnen doen. Heel graag tot dan en daar, op dat eiland, in het strand. Zo zie je maar dat hybride ook allerlei voordelen heeft. En wellicht anders nog tot een andere keer offline. Een heel fijn weekend alvast en heel veel plezier om het met elkaar nog verder vorm te gaan geven. En blijf vooral samenwerken. Live vanuit New Metropolis in Zuidoost was dit de samenwerkingsovereenkomst bestendiging. Een mooi Scrabble-woord. En voor nu wens ik jullie heel veel plezier bij het netwerken. En heel graag tot ziens.